Guido, een van de vijf mannen van Vulkaan, hebben een speciaal middeleeuws biertje gemaakt. Met middeleeuwse kruiden en ook met een middeleeuwse manier van brouwen. Martin, onze brouwer, die heeft daar studie naar gedaan. En die heeft met bepaalde kruiden, zoals schagel en rozemarijn en bijvoet, heeft hij een biertje gebrouwen. Wat een middeleeuws karakter heeft. Het eerste brouwsel was mislukt. Hè. We moeten afgevuld worden, er moet wat suikerwater bij. Dan gaat dat allemaal nagisten om het flesje op druk te brengen. Alleen als er, dat gebeurt vaak met bierbrouwen, als er ergens een bacterie in komt, dan wordt het een zuur bier. Dus de eerste 800 kruikjes die waren mislukt. Het is eigenlijk een blond biertje, wat kruidig, zit wat rozemarijn smaak zit eraan. Vrij laag in alcohol. Hier zie je, dan gaan ze ook mooi verpakken in kruikjes. En we hebben ook zo'n fust, die kan ze ook in kroegen krijgen straks. Dan kan je uit deze bekers drinken, dus we hebben ook speciale bekers ervoor gemaakt. Vroeger deed men dat zo trouwens, in zo'n beker, die gaf men door. En we hebben dan natuurlijk ook nog leuke geschenkverpakkingjes. Dan kan je aan je riem hangen zo. Voor brouwden mijn bier wat 2-3% was. Zo licht is hij niet. Hij zit wel duidelijk onder de 5%. En drinkt zeer goed weg, zeker in juni.